Zometeen bestoken de teams van André en Ron elkaar met de vraag: wie ben ik? Tot zo! Aan het lichaam van een vrouw is geen rechte lijn te ontdekken. Haar periode verloopt evenmin in een rechte lijn. Daarom is er nu verbeterde OB voor de zwaardere dagen en OB Comfort voor de lichtere dagen. De combinatie voor nog meer zekerheid. OB begrijpt het lichaam van een vrouw. It's those damn kids again. Get out or I'll call the police. Pomelo. Nieuw Fanta Pomelo. Buitenaardsvis. Met lijnen verlies je wel gewicht, maar je komt ook vitamines en mineralen tekort. Je valt vaak te snel af en komt net zo snel weer aan. Als je elke dag wil letten op je lijn, neem je Vitalinea van Danone. 0% vet en 100% vitaal. Voor een gezonde lijn. Want het bevat veel fruit, vitamine, vezels en mineralen. Nieuw. Vitalinea van Danone. Geniet meer van minder. Van nature heeft je vagina een heel mooi beschermingsmechanisme. Het produceert namelijk melkzuur. Lactacid bevat hetzelfde melkzuur om zo het natuurlijke evenwicht te bewaren. Bovendien geeft het je een fris en verzorgd gevoel. Lactacid verzorgt je zoals je lichaam het zelf zou doen. Nu ook in Quark. Vitalinea van Danone. Geniet meer van minder. Ja, het is misschien even gek, maar vanaf 1 mei krijgen alle bestuurders van rechts voorrang op gelijkwaardige kruisingen. Dus ook fietsers en bromfietsers. Geef het door. Rechts gaat voor. Grasgroen met Ariel Koller. Nu ook als vloeibaar wasmiddel. Intens schoon en houdt kleuren stralend. I specifically ordered a Chiquita banana. It's a wonderful world. It's a wonderful business. And nothing is too good when you're a star. Wonderful. Yellowish. Great. She's so wonderful. She knows what there you go. You did a beautiful job. Speciale Koninginnedag. Ook voor de Staatsloterij. Het feest wordt dit jaar nog groter en nog mooier. De Koninginnedagloterij met de grootste kans op miljoenen geldprijzen. En maar liefst 50 hoofdprijzen van een ton. En de kroonprijs van 10 miljoen netto. Een hele speciale Koninginnedagloterij. Vlieg naar Kreta, Kos of Rodos vanaf 469 gulden. Met appartement of hotel. Of naar Portugal, Spanje, Turkije, Cyprus. Dus stoppen met zoeken, Sunweb boeken. Bel of kijk op sunweb.nl. Nu bij Remia, 7,50 korting op Six Flags Holland. Kijk op de actieverpakkingen. Morgenavond rijden we in een gevaar op de weg mee met Jawad door Utrecht. Hij jaagt iedereen de schrik op het lijf en vooral zijn broer, die met hem meerijdt, wordt knettergek van hem. We krijgen rijles van Jack en Agnes en rijden mee met Ron in zijn high-tech auto.
bellen, keiharde muziek en autorijden. Kortom, een gevaar op de weg. Morgenavond, 9:30, RTL 4. Director Ferry Somoggi, een westenwind door GTST, Winston Post. Hij bijt zich graag ergens in vast, Hans Lenussen. En bekend van Drees Comedy Club, Hans Breedveld. En haar vader zei altijd, ik koop geen pakje sigaretten, die rol ik Mariska van Kolk. Yeah. Hey, Drees. Ja, goed gedaan. Ja, hè? Mag ik jullie mijn team captains gaan voorstellen? Ron Brandsteder. En André van Duin. Oh, goed. Hebben jullie nog behoefte om jullie eigen gasten nogmaals voor te stellen? Ja, zeker wel. Want ik heb twee ijzersterke jongens. Winston, die, dit is een hartebreker. En dat gaat heel goed. En hè, Winston, gaat goed, hè? Helemaal gelijk, Ron. Kijk, natuurlijk heeft hij net als wij allemaal goede tijden en slechte tijden. Maar je moet het door de bank, over een jaar moet je het uitsmeren en dan gaat hij hartstikke top. Heb je nog wensen in je jonge leven? Dat je zegt, nou, ik ben nog jong, maar als ik wat rijper word, dan zou ik dat toch wel, dat zou ik er toch wel graag willen doen. Ja, ik vind toch acteren wel het leukste wat er is, hoor. Acteren. Dus ik wil graag blijven acteren. Oké. Okay. Nou jongen, ik wens je het allerbeste en ik hoop dat het allemaal goed uitkomt. En dat je dat gaat beleven. Een andere acteur, maar dan in weer een hele andere. Dit is voor Winston, hè? Is Hans Breedveld. En die heb ik al vele malen gezien. Daar heb ik vreselijk dubbel om gelegen als ober. Nog bij André was hij fantastisch. Sam als Rambo, wat schuift het... En waar ben je mee bezig, Hans? Vertel eens. Nou, heel veel theater. Wij hebben een comedygezelschap, Mussen en Zwanen. Mussen en Zwanen. Mussen en Zwanen, met Frederik Huijts, Erik Corton en Hiemke de Vries. Oh, dan noem je wel een paar. Ja, helemaal geweldig. En ben jij een mus of ben je een zwaan? Nou, voor deze voorstelling was ik een mus. Oh, maar je eet en je danst. Ik eet en ik dans. Ja. Oké. Fijn dat je er bent. Ja, Hans Breedveld. Ja, ik zit ook in het acteursgeweld. En het even over Hans, dan hebben we dat maar gehad, hè? Ja. Hans is, inderdaad, u kent hem wel van die man die aan die tak hangt... en die wisselt met die hond in die reclame, niet? Hoe doe je dat? Heeft hij zijn eigen tanden nog? Ja, dat wil ik vragen. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Is allemaal trucage. Is dat trucage? Nou, dat gebeurt zo dat je gelooft... Zo natuurlijk. Zo natuurlijk. Maar je speelt vooral nu in Klokhuis. En dat is leuk om te doen. Dat is hartstikke leuk om te doen. Ja, want je doet ook hele gekke dingen normaal ook al. Je doet een soort travestierrollen als operazangeres en zo. En vroeger heeft Hans heel lang bij ons in de revue gezeten. Ontzettend leuke, goede tijden. Nee, alleen maar leuke tijden gehad. Ja, leuke tijden. Ja, leuke tijden gehad. En Ferry, die vertelt me net iets belangrijks. Of belangrijks, interessants, wou ik zeggen. Over de autoracerij. Want jij doet met Winston, doe je autoracerij? Dat klopt. We gaan samen de autoracerij in dit jaar. Je stopt helemaal met acteren? Nee, dat kunnen wij daarnaast doen. Combineren. Dat doe je erbij. Ja. Maar dat doe je dan voor de lol, autorace. Maar je gaat niet Jos Verstappen vervangen. Nee, dat lijkt me onmogelijk. Onmogelijk zelfs. Nou, vanavond is niet zo mogelijk. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Wie ben ik? Nou. Ja. Dus Winston, op de knop drukken. Winston. Oh. En dan krijg jij nog drie aanwijzingen. Ja. Oké, je hebt een enorme bos hout voor de deur. Zo. En je kan mooi praten. En komen er daarom zoveel eikels bij jou? Rustig aan, jongens. Steno heb ik nog steeds niet gezien. Gaat het te snel nu? Dat waren ze. Okay. Je kunt mooi praten. En komen dus daar? Nee, komen er daarom eikels. Zoveel eikels bij jou over de vloer? Leuk, Hans. Dank je wel. Ja, Hans, die eikels. Mannelijke of vrouwelijke? Eikel is altijd mannelijk. Ja, wacht maar even. Ja, het is een beetje onzijdig, hè? Onzijdig. Ja, dus vraag je naar mij? Ja, ik ben een goede vraag. Onzijdig, dacht ik. Ja. Vraag je naar mij, Nederlandse eikels?
daar. Ja. Nee, nou, zijn, nee. Nou, oorspronkelijk zijn het geen Nederlandse eikels. Nee. Ferry. Ja, maar jij bent geen eikel. Is deze eikel al dood? Nee. Dat is nog niet deze dood. Eikel is absoluut niet dood. Nee. Nee, hier komen eikels over. Jij bent geen eikel. Ja, jij bent geen eikel. Het gaat lekker, hoor. Ja, we gaan goed. Ron. We gaan lekker. Kijk eens in één keer. Hoppakee. Veel mensen herkennen je nu niet meer. Nee. Nee, ik ben erg veranderd, hè. Ja. En je bracht zo vroeger nog zo, zoveel op. En je bracht vroeger nog wel zoveel op. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij, ja. Dat is best hard voor je. Ja. Dat is best hard voor je. Dat is best hard voor je. Is dat, Hans, hard met een T of met een D? Met een T. Aha. Bij mij staat het met een D, maar... Nou, ik vertrouw Hans een klein beetje meer dan je, als je niet erg vindt. Je het zelf weet. Nee, maar het is wel, ben ik een man, Ferry, uit het verleden? Of ben ik een vrouw uit het man? Wat is het? Ben ik een man? Nee. Ben ik een vrouw? Ja. Ben ik een vrouw uit het verleden? Aan wie vraag je dat nou? Ja. Aan Ferry, ik zit hem aan. Je zegt, ik moet hem altijd aan. Moet je erbij. Nou, ja. Dat is de eerste jongens, wat je leert. Hij zit tijd te rekken. Ja. Wedstrijdleiding, schrijf in. Hij zit tijd te rekken. Ja. Nou, als je ja. Nou, ik zie je. Nou, dat zou ik nooit doen. Kijk, dat zou doen. Als je dit gaat maken, dat zou ik nooit doen. Dat zou ik nooit willen. Ron, hij heeft wel gelijk. Natuurlijk. Je moet wel vragen. Je moet wel je vraag aan iemand stellen. Hoor even. Hoor even. Aan iemand stellen. Als ik hem... Maar als ik hem even niet vraag, dan wordt hij lullig. Dan gaat hij naar worden. Ja. Geen ruzie. We gaan door. Beste Hans, op de knop. Okay. Je zou niet zeggen dat je graag mensen op hun nummer zet. Je bent het toch zo belezen? Is de aanwijzing. Ja. Ja. Kom je daarom zo laat opdagen? Ja, ik zou echt niet weten. Was goed. Ferry, ben ik een man? Ja. André. Vraag ook het aan André. Ja. Hans. Ben ik een bekende Nederlandse? Nee, Hans. Nee. Hans. Ja, Hans. Ben ik een buitenlandse celebrity? Ja, Hans. Ja. Gaat toch goed? André. Gaat geweldig. Ja, ja. André. Hallo. Ja. Leef ik nog? Jazeker. Ja? Ferry, zit ik in de showbiz? Ja. Ja? En belezen? Veel vragen, Hans. Ook wel, Winston. Heel goed. Ja. Winston, jouw tijd gaat nu in. Ferry. Ja. Ben ik een buitenlandse acteur? Ja. 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 Een seconde stik, hè? Ja, nee. Ja en nee. Nee, niet. Maar wel een artiest dus, André. Nee, ook niet. Nee. Zanger? Nee, ook niet, nee. Ben ik een... Precies. Ben ik een bestaan... Oh, daar moet je ja. Daar komt een aanwijzing. Hallo. Gaan we jij maar even kijken of er ergens anders ook een vuif is, Winston. Dat hoort er nog bij als aanwijzing. Ja, dat dacht ik al. Maar Gerard Cox is er dus niet, want het is geen Nederlander. Nee. Geen Nederlands stripfiguur. Is het een stripfiguur, André? Strip? Strip, ja. Is het Walt Disney, Hans? Ja. Oh, en daar strand ik dan. Okay. Je hebt zoveel eikels getekend. Zal het misschien iets te maken hebben met knabbel en babbel? Oh. Is het een man?
Nee. Nee, ik kan het niet goed rekenen. Hij zei, nee, het is iets te maken met knabbel en babbel. Want het zijn knabbelnootjes. Nee, het is babbel. Helaas. Knabbel en babbel. No points. Oké, goed. Oké, nee, geen puntjes. Nee. Oh, geen puntjes. Oh, dat is goed. Dat is goed. Ron. Hans Leenders. Ronnie Boy. Zit ik in de caritatieve sector? Nee. Nee? Nee. Ben ik een Nederlandse vrouw, André? Ja. Ben ik Mies Bouwman? Nee. Doe ik wel iets voor een goed doel, Ferry? Jawel. Toch? Ja, zei je wel. Absoluut. Dus iets met hart. Het is nou hart. Heb ik vroeger aan ballet gedaan? Ik zag het een beetje aan. Oh, heb ik vroeger aan ballet gedaan? Heb ik in jouw revue gewerkt? Nou, ja. Ja? Oh, ja. Ben ik eigenlijk een schizofrene figuur, Hans Leenders? Heb ik twee gezichten? Ja. Spreek ik buitenlandse talen, Ferry? Ben ik Wendy van Dijk? Ja! Oesie! Ja! Oesie! Goed gedaan. Drie punten. Een beetje hulp had ik. Drie punten. Drie. Ja, heel knap. Ja. Op het laatst ben je blij met alles. Natuurlijk. Hans. Goed. Ferry, ben ik een Amerikaanse showbizfiguur? Ja. Ja. André, ik ben niet Oprah Winfrey, of wel? Nee. Belezen. Heeft hij een boekenprogramma? André? Nee. Nu gaat mijn hond blaffen thuis, hè? Als dit programma opstaat, dan gaat mijn hond blaffen. Aanwijzing komt er nu aan. Mag ik een klinker bij jou kopen? De A, alsjeblieft. Ik wil graag een letter kopen. Is het letter kopen? Ja. Heel goed. Dat was je aanwijzing ook, Hans. Niks. Dus ga meteen praten als je denkt... Ik weet het namelijk. Oh, nou, ja, ik denk het te weten. Ik denk Letterman... David Letterman? David Letterman. Yeah. Ja. Fantastisch, hè? Tadaa. Ja. Nou, dat is 39 punten. Dus nog is het begonnen. 39 punten, is helemaal niet slecht. Niet nee, maar ook niet geweldig. Ook niet zo erg. We gaan naar ronde nummer 2. Ja. En dat doen we met het team van André. En met het team van André spelen we het spelletje Wat ben ik? Wat ben ik? Ja, Ferry, jij gaat op de knop drukken. En je drie aanwijzingen krijg je van die kant. Ferry. Ja? Ik vind jou enorm handig. Enorm handig. En je neemt ook niet al te grote klussen aan. En persoonlijk vind ik er geen zak aan. Kun je mij... ben ik een gebruiksvoorwerp van? Ja. Nou, gebruiksvoorwerp, nee. Ja, oh ja. Ik moet naam zeggen. Winston. Dat zijn twee betekenis. Winston, ben ik een gebruiksvoorwerp? Jij bent een gebruiksvoorwerp, Ferry. Ja. Je neemt niet de grote klus aan. Ja, je neemt niet de grote klus aan. Ben ik klein, Ron? Nou, zelf ben je niet klein. Je bent, wat je doet is een beetje klein, laag. Nee, hij is zelf niet klein. Er zijn hele grote. Nee, die zijn toch wel klein? Ja, okay. Je hebt twee betekenissen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja je hebt het letterlijk en je hebt het in een bijnaam voor iets anders. Het maakt een beetje gecompliceerd, maar je komt er wel uit. Ja. Dank je wel. André? Hallo? Ja. Hallo? Ja, maar eens even in overleg. Oh, ja. Goed. Okay. This is me? Ja, ja. Heel waar. Je hebt hetzelfde melancholieke. Geef de eerste aanwijzing. Ik vind het nog wel eens naar. Je laat er namelijk nog wel eens eentje vliegen. Ja, ik laat wel eens vliegen. Het is een beetje nare gewoonte. En je maakt ook
een opgefokte indruk. Opgefokt. Ja. En zo rijd je binnen de kortste keren weer ergens tegenop. Ja. Ook zo'n rot geworden. Ja. Waar mensen bij zijn vaak. Het is heel gênant. Ik rijd ergens tegenop. Ja. Ben ik een vervoermiddel? Vroeger wel. Het kan. Het ja. kan. Maar het is nu verboden. Kan je in mij zitten, Ron? Nee. Kan je met mij ergens naartoe dan? Jawel. Ja, jawel, ja. Ja. Ben ik groot? Want ik kan erin zitten. Dus ik ben nog heel groot. Ik kan er niet in zitten. Ik kan er niet in zitten. Ik kan erop zitten. Zou kunnen, maar... Gebruik je mij binnenshuis? Voornamelijk. Ligt eraan. Ben ik een gebruiksvoorwerp eigenlijk, Ron? Nee, eigenlijk niet. Oh. Heb ik nut? Nee. Heb je... Is het niet een scheet? Ja. Is het gewoon een scheet? Ja. Die 30 seconden gingen snel om, André. Rij je ergens tegenop? Hans, ja. Jij mag op de knop gaan drukken. Hans, jij hebt een bepaalde gave. Gave. Bepaalde gave. Ja. Maar Hans, uitgerekend jij bent altijd blauw. Oh, sorry. Ja. Daarom loopt het altijd uit op matten. Matten? Matten. Oh, ja. Matten. Ja. Oh ja. Ja. Ik woon buiten. Nou, maak er een chocola van. Ja. Ga je gang. Ben ik een gebruiksvoorwerp? Nou, niet echt, nee. Ben ik gereed? En wie vraag je dan? Een Hans? Nee. Nee. Kan je op me zitten of in me zitten, Ron? Je kan op je zitten en je kan ook met je zitten. Ook met je zitten. Maar je kan niet in je zitten, nee. Oh, goed. Wordt het veel gebruikt door mensen? Steeds meer, hè? Ja. Ja? Ja, steeds meer. Toch wel. Ja. Ja, een moeilijke vraag. Ja, je gaat lekker. Ga lekker, ja. Het lijkt zo eenvoudig, ja, hè? Ja. Maar dat is het echt niet. Als je, ja, als je het weet, is het, ja, eenvoudig. Ja, maar je moet er eerst maar opkomen, ja, op die je moet er maar opkomen, ja. Ferry, houd belletje in de gaten. Ja. Oké. Okay. Ik ben een gebruiksvoorwerp. Winston, kan je mij vasthouden? Dat kan. Jij gebruikt mij? Soms. Kun je met mij spelen? Ja. Dat kan ook. Nou, je zou hier wel voor pas komen. Jij hebt mij thuis. Ik heb jou thuis. Ach. Je aanwijzing, daar komt hij aan. Niet serieus. Ik denk dat hij je over het hoofd heeft gezien, Ferry. Oh. Echt waar? Ja, Ferry, je maakt nogal een stoffige indruk. Stoffige. Ja. Rustig aan, hè? Oh. ik ben een huishoud, iets huishoudelijks. Keuken. Winston. Keuken. Door het hele huis kun je mij gebruiken. Ja, klopt. Ja? Stoffelijk. Ben ik een stofzuiger, Ron? Niet te snel. Een stofzuiger. Want ik kan je later spijt van. Ben je een stofzuiger? Te snel. Nou, kan. Kan. Kruimeldief. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Hans. Ja. Gaat Hansen? Ja, teamgeest. Ja. 11 puntjes. André, ja. Your turn. Ja. Ga je gang. Ik was ik nou een gebruiksvoorwerp, Winston? Ja, toch? Nee, hoor. Ik was helemaal geen gebruiksvoorwerp. Oh, dat dacht ik. Oh, jullie waren gebruiksvoorwerp. Ja. Ik laat er wel eens één vliegen bij opgefokte indruk. En ik rij ergens tegenop. Maar ik rij ergens tegenop. Heb ik met wind te maken, Hans? Oeh. Oh, ik heb iets wind te maken. Ben ik een soort ventilator? Ben ik elektrisch, Winston? Nee, je bent niet elektrisch. Met wind te maken, meneer. Je kan niet in me zitten. En ben ik een speelding? Ron, mag ik, ja, van u de gezongen speciaal op verzoek van de wedstrijdleiding heb ik een gezongen aanwijzing. Oh. Ja, ja, wilde ik heel graag. En ik geef je eigenlijk het antwoord geef ik je in de mond. Daar komt-ie. 3, 2, 1.
The answer, my friend, is a blowing, blowing in the wind. Een vlieger. Goeie melodie. Zo'n model vlieger. Ben ik zo'n wing, zo'n waar je in kan hangen? Nee, je kan er niet in. Nee. Zo'n model vliegtuigje. Model ben ik. Nee, ik heb het vlieg. Nee. Vlieg ik? Nee. Vlieg ik? Oh, zo'n model. Kan ik vliegen? Niet door de lucht. Nee. Je bent vliegen. Je bent een open haard. Met een open haard. Met een open haard. Behaard. Ben ik zo'n blaasballen? Vrijbaarheid. Je hebt een hoge aaibaarheidsfactor. Ik heb met wind te maken, hoor al. Komt er nog één? Ja. Wiet weet mag het zeggen. Wiet weet. Een vogeltje? Nee. En je doet aan de lijn. Ben ik een blaas? Een wind? Hazenwindhond? Geen blaasballen. Blaasballig. Nee, Afghaanse windhond. Ah, nou, dat is een goed hazenwind. Of niet? Ja, wij hebben babbel en krabbel. Wij zeggen altijd een hazenwind bij ons. Een heel andere hond. Hebben jullie er wel punten voor? Ja, natuurlijk is een heel andere hond. Niet waar, maar het is een verschil tussen een hazenwind en die andere hond. De een doet zo zijn poten. Ik vind een hazenwind heeft geen haartjes. Een Afghaans heeft dat hele, dat mooie. Een beetje dat nuffige ook. En in de hippietijd droegen we van die Afghaanse jassen. Met al die haren, weet je wel. Ja, ja. Heb jij nooit meegemaakt? Dat is voor mijn tijd, maar dat weet jij allemaal. Ik zit eventjes te kijken, stiekem. Hebben geen punten? Het was ook buiten dat tijd. Ja, buiten tijd. Pardon? Helaas, ja. Dan. Ik ga dat thuis even na. Nul punten, André. We gaan naar Hans. Ja, jij moet hem. Ja, maar dat ga ik redden. Oké. Okay. Is het een blaaspijpje? Nee, maar dit is niet zo gek gedacht. Blaaspijpje? Blauw blazen. Oh, zo. Nee. Is de matten kloppen? Met matten kloppen? Nee. Met vechten te maken? Nee. Hij vraagt het aan de mensen zelfs. Ja. Je aanwijzing, Hans, komt eraan. Oh, die komt eraan. Nou, kijk eens. Die hebben we lang niet gezien. Zou niet. Je krijgt een bon. Ja. Ik krijg een bon. Ja. Jij kan het wel leuker maken. Ik kan het leuker maken. M.A.? Hij is van de serie, hoor je dat? Ja, hoe heet hij nou? Ja. Mr. T? E-team. E-team. Of hoe heet die mensen die... Altijd matten. Matten is toch niet blauw? E-team is niet blauw. Hij is van de post hier. Ik heb nog een gezongen aanwijzing. Ja. T for two. Ja, T for two. Ja, maar die hebben we al, T. Mr. T. T. Maar Mr. T altijd... T. 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 Je bent altijd blauw. En Smurf. Politie. Politie. Pino, is hij Pino? Parkeerpolitie. Je bent er allemaal blauw. Je bent een formulier. Aanslag. Formulier. Belastingformulier. We hebben alles gaven, ja. Maar dan een... En dat valt op de mat. Een tabeljet. Ja, dat had ik wel. Ja, wat is nou altijd matten dan? Wat is altijd... Nou, het valt op de mat. Op de mat. Oh, ja. Dat is helemaal niet waar, want ik heb een busje aan mijn deur hangen. Dat valt helemaal niet. Nieuwe Dove Ultra Moisturizing Shower Mousse. Het rijke, crèmige schuim bevat 24 uur hydraterende bestanddelen. Het verzorgt je lichaam en houdt je huid de hele dag zacht en soepel. Geniet van een heerlijk verwende huid. Nieuwe Dove Ultra Moisturizing Shower Mousse. Even schrikken. Nu, de nieuwe Lion. Nothing beats a lion. Al eerder last van allergieproblemen? Gebruik dan Otrivin hooikoorts. Preventief genomen remt Otrivin het vrijkomen van histamine, zodat u geen allergische reactie krijgt. Preventief genomen helpt Otrivin hooikoorts u zorgeloos de zomer door.
Wrinkles. I hate them. Oeh. Wrinkles. Out of here. Elke 5 seconden is er ergens op de wereld wel een vrouw die anti-rimpelcreme Q10 van Nivea Visage koopt. Dank Nivea Visage. Gracias, Q10. Q10, arigato. It works. Cup day. Tandem. www.spot.nl. Ja, motor. Motor kopen? Ga naar spot.nl. De totaal vernieuwde koop- en verkoopsite. Simpel. Avantis van Tefal. En waarom heet de zool Ultra Glies? Omdat niets hem tegenhoudt. Tefal, je denkt ook aan alles. Met ruim 4000 motoren. Het compleetste aanbod van Nederland. Op sport.nl. Simpel. Fall asleep and you will find all your dreams come true. Close your eyes and you will see all that you desire. What color will tomorrow be? Wait and see. Met een gewoon vaatwastablet moet je bijvullen, bijvullen, bijvullen. Want zonder zouten glansboel wordt het nooit goed schoon. Dat ziet er toch niet uit? Calgonit introduceert 3-in-1. Het enige vaatwastablet met zout- en glanspoelbal ingebouwd. Voor onovertroffen reinigingskracht en briljante glans. Keer op keer. Tja, met zulke mooie glazen kan mijn feest niet meer stuk. Nieuw, Calgonit 3-in-1. De enige met glanspoelbal en zout ingebouwd. Nu bij Remia, 7,50 korting op Six Flags Holland. Kijk op de actieverpakkingen. Luister volgende week naar Yorin FM en maak kans op een exclusieve kleedkamerontmoeting in Amerika met Destiny's Child. You're into Destiny's Child. Volgende week jouw nummer 1 hitradio, Yorin FM. Grasgroen met Ariel Koller. Nu ook als vloeibaar wasmiddel. Intens schoon en houdt kleuren stralend. Nieuw van King. King size verpakking. In 3 varianten. Felix gaat helemaal uit zijn dak. Hij maakt kans op een Felix Smart Cabrio. Je koopt, je krabt, je belt en je weet meteen of je gewonnen hebt. Oh, Felix! Krab en maak kans op een van de 4 Felix Smart Cabrio's. Het is de avond van de vraagtekens. Straks heb ik dat. Maar eerst willen we antwoord op de vraag: wie ben ik? Nee,
je lult maar wat. Als je gaan woorden het spelletje Wat zeg ik spelen. En dat gaan we spelen met het team van André. Want André, zijn team heeft 11 punten. En hij zit gewoon door te kletsen. Ja, nee, overleggen even wat. Tactiek, weet je wel, hoe we het gaan doen. Ja. André, omdat jij het minst aantal punten hebt. Dat hoeft niet zo hard steeds. Okay. Dat kan je gewoon zeggen. Moet jij gaan beginnen met het verhaal. En jij gaat praten over favoriete componist. Er zijn wel een paar mensen waar ik... favoriet weet ik niet, hoor. Ik heb geen favoriete componist, geloof ik. Dan vind ik de ene componist weer interessant. En dan vind ik de andere componist... Maar meestal de ene, maar vaak ook de andere. Maakt maar het is net, dan is de een weer lekker in de moed en de ander. Je hebt jezelf ook. De ene keer zit je lekkerder in je vel als die andere keer. En dat is met componisten waarschijnlijk ook zo. De ene keer rammen ze zo'n liedje eruit. En de andere keer zijn ze maand aan denken en dan wordt het niks meer. Maar ik ben toch wel een man van de Motown. En ik ben toch ook wel een man van de fluisterbroek. En ik vind persoonlijk ook een hele mooie... Maar nu is even een SOS'je tussendoor. Ik vind persoonlijk een... Ja, hallo. Ik ben... luisteren. Ik vind over het algemeen jazzmuziek wel lekker. Dus ik vind jazzcomponisten, dus Cole Porter... Noem jij er nog eens een? Duke Ellington. Duke Ellington, we noemen er maar een paar. Dat zijn wel de favorieten. En ik vind ook... Die andere piano zit. Somewhere Over the Sea. Die vind ik ook erg goed. Maar ik weet zijn naam niet. Ik ben niet zo goed in componisten in ieder geval. Waar ik wel heel in goed ben, is in. In woordjes bedenken die er niks mee te maken. Ik weet nog goed, mijn zus zat een keer in het bio-vakantieoord. En daar heeft ze niet zo lang in gezeten, hoor. Want mijn vader had er bezwaren tegen, want die moest altijd de voorwielen verwisselen. En dan zei mijn zus altijd, nee, het zijn de achterwielen. Zet andere achterwielen, zei ze altijd. En hier zei mijn vader, die blies altijd het luchtbed op, terwijl die naar de vledermaus luisterde. En ik weet nog wel dat... Er was een fossiele winkel bij ons op de hoek. Die verkocht ook van die was een man met baardstoppels. En die stond binnen en die zei van... En dan kwamen wij binnen en dan hadden we helemaal geen honger. En zei die man, wil je misschien lekker een croque monsieur of zo? Of een croque madame? En dan zei die man, wij zijn mijn vader, want wij waren van Belgische afkomst. In ieder geval mijn moeder. Mijn vader kwam uit Tiel, maar we deden niks aan. En ik weet nog wel dat wij een buurvrouw hadden. Dat was een opera-diva. En die speelde... vaak piano. En dat was heel veel vader. Mijn vader was een voetbalfan en die zat naar voetballen te kijken naar Alkmaar de Volenwijkers of naar PSV Ajax, noem maar. En dan zei hij altijd van, kan u wat zachter spelen, want ik kan de uitslagen niet horen. En dan speelde dat mensen wat zachter en dan zeiden wij van, nou, het maakt niet zoveel uit wie er wint, als er maar iemand wint, want ons interesseerde het niet zoveel het voetballen. Maar in ieder geval, wij woonden in een huis, dat was een Amsterdamse schoolhuis, weet je wel, van de Amsterdamse school, van Berlage. En die zat in het ziekenfonds, maar daar wilden ze bij hem thuis van niks van weten. Want hij was eigenlijk particulier verzekerd, maar omdat zijn dochter... Nog één vraag, André. Wat was nou je favoriete componist? Nou, ik denk, Cole Porter vind ik wel heel goed. En Duke Ellington. Nee, Duke Ellington vind ik helemaal. Hoe kom je daar nou bij, Duke? Dat kwam er nooit niet helemaal uit. Nee, Cole Porter. Cole Porter. Nee, Cole Porter. Oké, daar doe ik het al dat voor. Dat heb ik in het begin al gezegd, maar ja, verder heb ik niet zoveel componisten. Nee, precies, nee. Harry Banning. Harry Banning, ja. Winston. Ja. Joop Stokkermans. Ja. Wat denk jij dat je bent? Of wat hiervoor staat? Ik denk dat hiervoor staat... Fluisterbroek. Nee. Ja. Ik verstond hem zelf ook niet, maar hij zat erin. Ja, 20 punten. Ik denk een sms'je dan. Ja, dat kan. Nou, kan dat je dat verstaan heeft. Ja, ik zei... Wat zei je nou? Een SOS. Een SOS, ja. Nee, je mag 3 herhalen. Dat vind ik toch weer netjes van je. 20 punten blijven bij jou. Ja. Oké. Okay. Ron. Ik dacht aan fossiele winkel. Ik kan me dat voorstellen, maar het was... Dat dacht ik eigenlijk niet, hoor. Maar dat zei ik maar zo. Ik denk dan bio-vakantieoord. Tuurlijk. Dan is het luchtbed. Nee! Sorry.
Goed gedaan, hè? Nou, nou. Voorwielen? Nee. Zie omzijde. Achterwielen? ZOZ. ZOZ heb ik niet gehoord. Ja, ja, dat is jammer. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Nee. Ik heb nog gezegd, is luisteren. Gezegd. Toen zei je nog van wat zeggen. Luisteren, zei ik nog. Ja, opletten, hè? Ja. Dus je van harte gegund. Weet ik, weet ik. 30 punten van Ron gaan naar André. We lopen vol hier. Ja. Wat weet hij niet? Wat weet hij niet? Dat weet hij niet, hoor ik hier. Dat weet hij. Ja. Heb ik dat gezegd? Ja, echt waar. Dat hoor ik hier. Dat vangen we hier op. Vangen we hier op. Oké, Hans. Hele sterke zin. Nou, ik denk Berlage. Weet ik Berlage niet? Nee, je weet wel Berlage, maar je weet niet dat het Amsterdamse school is. Weet niet wat het is. Dat is oké, daar gaan we akkoord. En natuurlijk weet ik dat. Is het een Amsterdamse school? Nee, ook niet. Opera, die. Ja, nou, oké. Dit is jouw woordje. Voor de team wezen. Het is jouw woordje. Is het opera diva? Ook niet goed. Het was PSV Ajax. Zo simpel. Hij zei PSV Ajax of zo, zegt hij tussen de... Ja, echt waar. PSV Ajax. Ik denk, nou, jouw oortje gaan glimmen, Ajax. Het is pas volgende week. Ja, oké. Ja? Nee, dat is al geweest hoor, bij PSV Ajax. Oh ja, dat is al geweest. Hadden ze nog zo'n mars al in de tweede minuut, weet je wel. Ja, PSV. 71 punten staan er voor jou nu. Zo, plop. Nou ja. Ja. We kunnen bijna achterover gaan zitten. Nou, ik zou voorzichtig blijven. Nee, ik zou voorzichtig blijven. Want Ron gaat praten over versieren. Versieren. Nou, ja. Nou, versieren. Daar ben ik altijd heel erg goed in geweest. Ja. 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 Ik moet eerlijk zeggen, toen ik klein was, werd er voor mij versierd. En dat was altijd een belevenis. Ik woonde op een bovenwoning in de Amsterdamse Pijp. En als je dan jarig was, dan had je de hele nacht niet geslapen. Je hartje bonste je pyjamaatje uit, want dat droegen we toen nog. En dan kwam je vanuit je slaapkamertje kwam je in de woonkamer. En daar was helemaal versierd. En dat was een belevenis. Mijn moeder had dan van een boterhammetje... Daar had ze met de decoupeerzaag... had ze je leeftijd uit het boterhammetje gezaagd. Dus ik zou maar zeggen, als ik 3 was, dan stond daar ook 3. En het was... Nou, dat was en alles ballonnen enzovoorts. En dat viel niet mee, want wij hadden geen tuin. Dus we hoefden het ook niet winterklaar te maken. Ik heb niet gehoord. Maar het was vaak een hele taak. Weet je, dan moet je eens proberen om winter klaar te maken. Dat is wel niet mee. Maar even alle gekken op een stokje. Er waren guirlandes, die hingen dan zo aan het plafond. En ja, god, er begon zo'n dag en er kwam visite en er kwam cadeautjes. En nou, dan mocht je kiezen wat je zelf wou eten. Ik koos dan altijd rijst met niertjes. Want we hadden het niet breed in die tijd. Jij had altijd uierboord, ja. Maar ik had altijd rijst met niertjes. En dat vond ik een delicatesse. En je had toen nog geen traiteurs, dus mijn moeder die haalde dat gewoon bij het slagertje op de hoek. En ik geloof dat ze voor 1,22 klaar was voor het hele gezin. Dat was dus een... daar waren we mooi klaar mee. Jezus Christus. Snel! Die dochter van die slager... Nou, die zag er niet uit. Dit leek wel een bodemmonster. Die moest altijd in de kelder de vakken vullen en die mocht niet boven komen. Die hielden ze daar beneden. In de bodem. Ja. Later is het via een bodemprocedure is er nog naar boven gekomen, maar het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. GELACH
Die slager zelf, die was een bokser. Of liever gezegd, een vrij worstelaar. Mm. En die was nogal kleinserig. Dus als hij dreigde te verliezen, dan riep hij... Break! Even point, want... En dan kwam hij thuis. Helemaal bont en blauw. Met plekken hier. En zijn winkelhaken en hechtingen. En dan had zijn vrouw toch het huis versierd. Kijk, dat is nou leuk. Ron, ik zou je hier bonuspunten voor willen geven. Eigenlijk wel. Echt waar. Ja. Okay, sorry. Ferry mag Winter klaar. Yeah. Yes! Ik heb het nog zo verpakt. Ja, wacht even. Ik mis nog iets. Winter klaar maken. Nou, oké, dan. Zo is het. Het contrast was zo groot. André, denk jij enigszins wat je zou kunnen zijn misschien? Huh? Bodemmonster? Je zit helemaal te slaan. Yes, ze stromen, we kunnen er nog op. Maakt niet uit wat je zeg zegt. Zeg het dan als tweede. Zeg het als derde, maar gelijk. Hij is er wel goed in. Heel knap hoor, van je. Breakpoint. Niet volledig. Ja. Point. Niet volledig. Break. Je hebt oneven. Wordt steeds korter. Team. Je hebt oneven en je hebt... Even. Break even. That's it. Een bep. Nee, ik heb het nog steeds niet gehoord. Een bep. Ja, ik heb wel gezegd. Nee, je zei break point. Nee, ja, ik zei break even point. Even point? Ja, heb ik even point gezegd? Ja, dat moest ik wel. Ga het thuis naluisteren. Ik ben nee, hij heeft het inderdaad zo wel. Zo ben je wel, hè? Ja? Ik zie jou, zo ben je wel, ja. Ga ik neem hem op, langzaam op. En dan... Ja. Ja, je moet streng zijn, je moet streng zijn. Er zijn regels. Maar er is niks aan de hand. Ondanks dat heeft het team van André gewonnen. Tegenover 59 punten. Daar gaan we nog mee, joh. Cadeautjes. Wij krijgen cadeautjes. Nou, jongens, je zou het niet geloven, maar de zomer is nog niet in aantocht, maar die komt ooit. Het is namelijk het perpetuum mobile. Het gaat maar door. Het is een symboliek, daar word je erg ontroerd van. Je steekt het lontje aan. En het voorste kaarsballetje... Au! Kijk, is dat leuk? Ja. En het gaat maar door. Als deze op is, rolt de tweede in zijn plaats. En als die op is, komt er een derde. Kortom, de nachten worden weer lang. En ik hoop dat jullie lekker weer treffen. En muggenvrij. En muggenverdrijven. En muggenverdrijven. Dat zou heerlijk zijn. Mooi weer, lekker buiten zitten, barbecue'tje aan, lekkere lange avonden, lekker in de zon. Ja. Helemaal geweldig. Zitten de muggen bij je. Tot volgende week, 9 uur, RTL 4. Wie ben ik? Met mijn teamcaptains André van Duin, Ron Brandstede en met hun gasten. Tot ziens, tot volgende week. Dag. Dat de kaas te lang mag branden. Zitten de muggen bij? Helaas, zitten de muggen bij? Een zakje muggen heb ik ervoor. Ja, top. Dat uw kaarsje lang mag branden. Het is donderdagavond, dit is RTL 4. Bij Jorin ziet u The X-Files, bij RTL 5 de thriller Macht. En bij ons worden bekende Nederlanders door Mark Klein Essing geconfronteerd met uitspraken uit hun verleden. In Heb ik dat?